Hey lieve mensen, wij zijn hier in de tent van Willy Nasus op Waregem Koersen en het is zoals gewoonlijk af. Echt waar, heel top. De drank loopt of vloeit rijkelijk en het eten is super lekker. Straks nog een optreden van Bart Kael, dus we blijven nog even hier in de tent van Willy Nasus. Ook de intussen toch wel wereldberoemde hoedenwedstrijd, de Willy Nasus Het Trophy, is een groot succes. Ieder jaar meer en meer. Kan je daar iets over vertellen? En wel, onze Willy Nasus Het Trophy is natuurlijk, zoals gezegd, een succes. En we gaan proberen deze formule verder te doen. En misschien volgend jaar proberen dit nog te verbeteren, als het kan verbeterd worden. En dat geeft ons naambekendheid. Hè. Mooie dames. En mooie paarden. Die combinatie, daar kan u wel van genieten. Hè? Wel, mooie paarden. Ik heb zelf mooie paarden. Voor mij is nu prioriteit de mooie vrouwen. Hè? Aan mijn ouderdom. Het is het moment, als het nu niet gaat, maar wanneer gaat het nog gaan? Hè? We staan hier nog steeds in de VIP-tent van Willy Nasus op Waregem Koersen 2014. En naast mij, Gary Hegger. Alles goed met jou? Voorlopig wel nog. Oeh, wil dat zeggen dat Waregem Koersen altijd een waar feestje wordt voor jou? Ik denk dat dat voor iedereen in het publiek geheim is, dat dat altijd een waar feestje is. En je weet nooit waar dat eindigt. Maar ik probeer dat in goede banen te blijven leiden. Te blijven leiden. Wel, het is ook niet jouw eerste keer, want je hebt hier al een aantal keren ook gezongen. Ja, vorig jaar nog, ja. Vorig jaar. Dit jaar niet. Vind je dat niet zo'n beetje spijtig? Oh nee, luister. Het kan niet elk jaar hetzelfde zijn. Ik kan ook niet elk jaar hetzelfde programma aanbieden aan uw klanten hier. Maar ik vind het wel al enig dat ik al elk jaar al mee uitgenodigd ben om hier naartoe te komen. En het is inderdaad ja, altijd toch wel iets uniek wat je hier meemaakt. Het is de grootste paardenwedstrijd die je in België kunt meemaken, denk ik, hier in Waregem. Dus ja, het is altijd een hele toffe sfeer hier. Ja. En ik kan straks nog meegenieten van een concert van een collega van mij, van Bart Kael in dit geval. En ja, voilà, dat vind ik altijd fijn. Je hebt het eigenlijk al een beetje beschreven hoe je Waregem Koersen ervaart. Maar als je dit nu moet omschrijven in drie woorden, welke woorden zou je dan gebruiken? Mindset, dat is een vraag die je mij mee overvalt. Uniek, alleszins. Fijn gevoel. Mm-hmm. En een fijn sociaal gevoel. Ik bedoel ermee dat je hier iedereen hier tegenkomen. Mm-hmm. Ik heb hier al heel veel mensen tegenkomen, ook vandaag weer, al jaren geleden zeg ik die gezien heb. En kijk, hier op Waregem Koersen kan je dat meemaken, zo simpel is het. Voilà, meer hoeft dat eigenlijk niet te zijn. Wij gaan samen een glaasje drinken en hopelijk tot... Wacht, jij gaat een glaasje drinken. Jij ook, hè? Allee, ik ook, ja. Samen dan. En misschien tot volgend jaar, hè? Zeker weten. Voilà, tot dan! Wel, Wim die zit eigenlijk in de jury van Miss Naakt, Miss Hoed Waregem, sorry. En ik ben eigenlijk gewoon meegegaan, want ik heb een aantal vrienden die hier zijn. En op uitnodiging van Wim eigenlijk, voilà. Ik ben eigenlijk, anders zat ik hier gewoon alleen, dus ik zeg, ja, wie moet ik dan meebrengen? Eén speciale gast, Charles. Dus om goed te verstaan, je bent niet uitgenodigd van Willy Nasus zelf? Niks. Maar, jawel. jawel. En het zou natuurlijk kunnen dat we zometeen nog eens het podium opvliegen. Eigen creatie of aangekocht, het geheel, het plaatje moet passen, zoals ze zeggen. Het gaat om het totaalbeeld en dat gaat ook over de persoonlijkheid van de dame in kwestie. Want ze zeggen altijd van, de kleren maken de man, hè? Maar je moet ze altijd kunnen dragen. Hè? En soms zeggen ze tegen mij, David, jij moet een jute zak aan doen en dan staat dat nog wel. Nee, dat is ook niet waar, want als ik er niet goed uitzie, dan staat je jute zak ook niet. En datzelfde met je hoed. Je moet dat kunnen verkopen. Je moet je daar fier in voelen. En je moet daar vooral met heel veel gratie, heel veel elegantie mee rond kunnen paraderen. En dan is de missie geslaagd. Voor mij is het echt wel de eerste keer, moet ik zeggen. Ja, voor mij is het echt wel de eerste keer. En is dat een eigen creatie of is het aangekocht? Nee, het is een eigen creatie, maar niet van mijzelf, maar van mijn vriendin. Zij wou echt wel een keer iets heel uniek maken en Mouzans is er zeker in geslaagd.